Dit is de tweede editie van het Meln Festival. Het is een samenwerking tussen het Noberhoes, de gemeente Almelo, de wijkregisseur Averdam en het sportbedrijf Almelo. En de gemeente heeft wijkanalyses gemaakt waarin staat wat er in wijken nodig is en moet gebeuren. En daar is dit festival een onderdeel van. Het gaat over bewegen, gaat over verbinding, samen eten. Dat soort dingen zitten er allemaal in. En wij zijn al vanaf januari bezig met de voorbereiding en vandaag is de grote dag. Je zegt verbinden, hè? Ik zag net ook eventjes hoe dat overleg allemaal plaatsvindt. Wat doet het met een wijk om zoiets te hebben? Nou, wij hopen dat het heel veel doet, maar we zijn nog jong. Kijk, van het Windmolenbroek wordt vaak gezegd, het is los zand, die wijk. En wij hebben als Noberhoes echt de bedoeling om daar wat sociale samenhang in te brengen. Dat mensen elkaar kennen. Dat zijn belangrijke dingen in het leven voor een mens. Er zijn veel mensen die behoefte hebben aan contact. En daar willen wij iets voor doen. En daar is dit festival een onderdeel van. Om de wijkbewoners hier naartoe te trekken, elkaar te leren kennen, samen te eten, te bewegen, muziek erbij. Dat is het hoofddoel eigenlijk. Als je zo kijkt, de tweede editie, hè? In hoeverre bereik je dat doel? Nou, vorig jaar hadden wij geprobeerd te tellen tussen de 300 en 400 bezoekers. En wij hopen dit jaar, nou, ik heb geen getal in mijn hoofd, maar veel meer te trekken. Want het is groter. We hebben meer dingen. En dus wij hopen nog meer mensen te trekken. Nee, noem eens wat. Nou, er is nu ook een braderie bij in het winkelcentrum. En die is vanmorgen al begonnen. Nu is er continu muziek vanaf 1 uur. Een DJ. En we hebben een open podium. Dus mensen uit de wijk kunnen optreden als zij dat willen. Dus dat zijn echt nieuwe dingen erbij. Is er ook nog wat voor de inwendige mens? Ja, er is zeker iets voor de inwendige mens. We hebben 5 kramen met mensen die hun hapjes verkopen. Die hebben ze thuis gemaakt. Van 5 verschillende culturen verkopen zij hun eigen gemaakte dingen. Dat was vorig jaar ook een groot succes. En dat is ook iets groter geworden en uitgebreider. Dus de inwendige mens. En koffie, thee is er. Dus wij hopen dat mensen hier ook op het terras komen zitten, op het veld. Ja. De hele week hebben wij de tenen krom in de schoenen gehad. Maar vanmorgen was dan toch, het blijft bewolkt, maar wel droog. En daar rekenen we dan maar op. Dankjewel. Ja, graag gedaan.